Het boek wat heel veel indruk op mij gemaakt heeft, is het boek van Amos Oz. Het verhaal van liefde en duisternis. Het is eigenlijk een autobiografie, maar hij zegt zelf dat het een boek is over zijn ouders. En hij beschrijft eigenlijk het hele verhaal van zijn ouders en van de familie. Hoe zij nog voor de Tweede Wereldoorlog vanuit Litouwen in Israël terechtgekomen zijn, wat toen nog Palestina heette. Hij is geboren in Israël en opgevoed door zijn ouders als enig kind in een ruimte die helemaal vol stond met boeken. Er was een opklapbedje waar de ouders 's avonds in gingen slapen. En het was dus een hele kleine ruimte en hij was enig kind. Het mooie van het het verdrietige van het verhaal is dat hij het hele verhaal toeschrijft naar het moment dat zijn moeder zelfmoord pleegt. En hij was toen 12 jaar. En hij beschrijft eigenlijk ook dat het heel erg te maken heeft met het feit dat zijn ouders zich eigenlijk nooit thuis gevoeld hebben in Israël. En verlangden naar hun geboortegrond. Wat ook mooi is in het boek is dat je dus op die manier ook inzicht krijgt in hoe de staat Israël is ontstaan vanuit die immigranten van voor de Tweede Wereldoorlog al. Ja, wat ik ook mooi vond was aan zijn stijl. Hij is heel erg geïnspireerd, denk ik, door de oude Russen, Tsjechov en Tolstoy. Zo is het boek ook opgezet. Lange verhalen over de manier waarop hij door een straat loopt. En wat hij dan tegenkomt, welke mensen hij spreekt. En dat hij elke heel vaak door dezelfde straat loopt. En ik vind dat een hele aantrekkelijke manier van schrijven.